Goedemorgen en welkom bij het weerbericht van weerplaza.nl. Vandaag gaat de zon flink schijnen. Af en toe drijven er wel wat hoge sluierwolken over en er kunnen ook wat stapelwolken ontstaan, maar het blijft tot zeker laat in de avond overal droog. Het wordt ook zeer warm vandaag: 26 tot 29 graden in de kustgebieden en 30 tot plaatselijk 32 graden verder landinwaarts. Er waait eerst een matige zuidoostenwind, maar in de loop van de middag zal de wind in de westelijke helft van het land gaan draaien naar west tot zuidwest. En die zorgt dan voor wat afkoeling zeker op de stranden. Vanavond is, er, is het een graad of 24 bij een matige zuid tot zuidwestenwind. In de loop van de nacht kan een eerste regen- of onweersbuien over het land trekken en morgenochtend gaan die buien zich van west naar oosten over het land uitbreiden. Het kan onweren en in de loop van de middag wordt het dan uiteindelijk vanuit het westen weer droger, maar is het wel afgekoeld na zo'n 21 of 22 graden. Voor de buien uit kan het in het oosten nog 25 graden worden. Donderdag vult in het noorden een enkele bui, maar verder is het droog. En ook donderdag is het droog, en op beide dagen schijnt de zon verder geregeld. De temperatuur boekt geleidelijk aan weer winst en komt op de donderdag opnieuw tussen de 24 en 30 graden uit. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.